Koningin Witteman heeft met al haar geld en een steenrijke man aan haar zijde geen noodzaak meer om nog te moeten werken. Maar toch is ze een nieuw bedrijf gestart. Samen met haar Eugène pimpt ze kleine elektrische stadsauto's. Ze presenteerde haar nieuwe project gisteren op de Masters of Luxury in Amsterdam. Brighten the city with Cuddy's creative car concept. We zaten samen op het terras en toen zei Eugène, is het niks voor jou? Zo'n bierrol? Toen dacht ik, ja, misschien wel, misschien niet, ik weet het niet. En toen zag ik na een paar weken, zag ik Dani Blester uitstappen en Nicolette en die had er stickers op gedaan. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel leuk, maar iedereen wil zich toch onderscheiden en niet altijd met hetzelfde rijden. Dus op een gegeven moment zei ik tegen Eugène, zullen we er samen voor gaan? We gaan hem helemaal strippen en we hebben niet een low budget, maar een no budget. En we gaan ervoor, we maken er een kleine babybandy van. Dat is natuurlijk één, dat is echt wat voor haar. Het past bij haar. En het is leuk om te doen, het is een verzetje, het is financieel ook een hartstikke leuk ding. En het is een leuke uitvinding. Ze is weer terug van weg geweest en op een prachtige, mooie manier. Mooie autootjes. Ja, vindt u ze mooi? Ja, natuurlijk. Zeker in Amsterdam, al de getopt met die grote auto's. Dit is nog fantastisch en nog mooi ook. Normaal zeg je vlieger is uit, maar nu rijden is uit. Ik moet je zeggen dat ik er een paar maanden geleden tegenkwam in de PC. En toen zei ze, Geer, rij even mee. En ik heb zo vreselijk gelachen omdat zij zo krankzinnig hard reed met dit autootje. Ik zeg, doe normaal joh. Ging over de trim, maar ze ging overal tussendoor. Maar ze had natuurlijk best al heel veel mee gereden. Dus dat ging er zeer bijzonder makkelijk af. Ja. Maar denken jullie, hebben jullie echt iets te pakken hier of niet? Wat denk je zelf? Nou, kijk eens wat. Ja. Denk het wel. Sowieso op een man aan te pakken. Ja, ik heb haar te pakken. Altijd veel speculaties geweest. Maar dan ga je nou trouwen? Zit er met je schot in de zaak of niet? Het is net of iedereen maar wil dat we moeten. We gaan met 3 maanden trouwen. Maar we zijn nu bezig om dit te ontwikkelen, dus we gaan hiermee verder. Wat zegt ze nou? Nou, ja. En nu hebben we opeens nieuws. Merk je dat? Ja. Ja, want afgelopen zaterdag gaf ze een groot interview aan de Telegraaf van Evert Zandgoeds. En daarin vertelde ze wel dat ze in 2018 ging trouwen, maar echt een duidelijk tijdsbeeld kwam daar niet naar voren. En nu zegt ze dus dat ze in maart al getrouwd is. Hartstikke leuk. Ging gisteravond natuurlijk om die autootjes. Ja, oh ja. De CCC. C. En dat staat 4C's, Connie's Creative Car Concept. Dat is het. Er hangt een prijskaartje aan. Dat is logisch. Kijk, als Connie zich ergens mee bemoeit, hangt er een prijskaartje aan. Er is niks mis mee. Moet ook allemaal kunnen. Maar Connie gebruikt ook natuurlijk de beste materialen voor die autootjes. Ik bedoel, niet zomaar het leer van een Hollandse koe. Nee, daar komt echt. Er worden koeien geslacht in Groot-Brittannië voor dat leer in die autootjes natuurlijk. Hè. Ja. Maar als consument hoef je daar eigenlijk helemaal niet zo treurig over te zijn, over die aankoopprijs. Want dat verdient zich weer allemaal terug in het parkeergeld. Je kan hem net zoals je fiets, mag je hem overal neerzetten. Je hoeft geen parkeergeld te betalen. Okay. Dus dat is weer erg fijn. Zeker. Dit is niet de eerste keer dat ze iets zakelijks begint. Want ze heeft in het verleden wat allemaal gedaan? Nee, Connie is natuurlijk een onderneemster in hart en nieren. Ze heeft al iets gedaan ooit in geluidssystemen. Ze heeft haar eigen beautykliniek gehad. Ze heeft meegeholpen om het uit te bouwen van de Free Record Shop destijds natuurlijk. En ze heeft aan de wieg gestaan van Snow World. Dus Connie is ondernemen wel gewend. Nou, ik weet ook wel zeker dat dit een grote hit gaat worden. Zeker weten. En nu nog die andere onderneming, het trouwen. Ja. Ik ben benieuwd wanneer het dan echt zover is. Dankjewel, Jan.